Dag lieve mensen, welkom bij de elementenreading voor het element aarde. Dat is de stieren, dat zijn de stieren, de maagden en de steenbokken. Deze reading is algemeen. Het kan op jou van toepassing zijn, hoeft niet. Pak dat eruit wat resoneert en laat de rest los. Mocht je informatie nodig hebben, mocht je hulp nodig hebben bij jouw transformatieproces, bij jouw oplossen van de blokkades, dan kun je mij contacteren via mijn website, via een webshop kun je kijken welke consult ik aanbied, telefonisch, via YouTube readingen, telefonisch, via de Zoom of in mijn praktijk. Goed, we gaan eens even kijken aan het eind. Ik ga nu kijken voor de algemene energie voor april. De algemene energie voor de aardetekens. En aan het eind doe ik nog voor ieder aardeteken een aparte tarotlegging. Een kleintje. Goed, we gaan eens even kijken. Wat is de energie voor de aardetekens? Goh, dat ging wat snel. Ik zal dat ook maar even erbij pakken, want die hadden we net bij de watertekens. Goed, wat mag ik zien voor de aardetekens voor april? Heracles Protector. Dat had ik ook gedacht bij de... Bij wie had ik dat? Ik dacht bij de rammen. Weet ik niet meer zeker. Relating. Hera. Wordt dus beschermd. Unfairness. Tegen oneerlijkheid. En bovendien... Oeps, sorry. Dat ging verkeerd. Bovendien is dat natuurlijk op jouw persoonlijke proces. En dat heeft met jouw tweelingzielenverbinding te maken. Als je in een tweelingzielenverbinding zit. En anders moet je het gewoon breed zien. Voor jouzelf, voor jouw transformatiestukken. Werk gerelateerd. Op het gebied van vriendschappen, liefde, etc. Dus daar mag je even naar kijken. We gaan even kijken. Dus je wordt beschermd. Je gaat ook misschien leren om je beter te beschermen voor invloeden van buitenaf. Maar... Ga kijken wat bij jou speelt, wat voor jou goed voelt. Dat ga je ook beschermen, ook dat voel ik daarbij. Dus ook dat waar jij jouw energie naartoe laat gaan, wat voor jou goed voelt. Die personen of dat stukje in jouw leven ga je beschermen. Tegen oneerlijkheid van anderen, want het kan zijn dat je met oneerlijkheid te maken gaat krijgen in april. Dus bescherm je daartegen. Weet wie het goed met je voor heeft en wie niet. En protectress. Dus nogmaals een bescherming. Ik heb het gevoel dat je dat nodig hebt. En vooral op het gebied van oneerlijkheid. Oneerlijkheid van mensen om je heen. Qua werk, qua relaties, qua vriendschappen. En vooral qua... Ook de energieën om je heen. Let daar ook goed op dat je niet te veel oppikt van andere mensen. Wat oneerlijkheid betreft. Dat je niet het lampje bent waar anderen zich aan gaan warmen. En dat jij daar... Dat niet eerlijk is. Dat je jouw energie weggeeft. Dat voel ik ook. Wat dat bij sommigen is. Sommigen proberen... Daardoor ga je ook uit de aarding. Dat is dus de bedoeling dat je dat heel goed gaat zien. Van... wie tapt er energie bij mij af en wie niet? Dat je dat kunt herkennen. En ook dat is weer dat relating. Hè? Even herkennen van waar heeft dat mee te maken. Goed. Oeps. Nou, dat ging al een beetje te veel. We hebben in ieder geval 4 kaarten nodig. Dus dat gaan we nu even doen. 4. Oké. Nou, de eerste kaart was wisdom, de wijsheid. Je gaat dus met heel veel wijsheid ga je de dingen aanpakken. En ook ten strijde, dat gevoel heb ik wel. Dat je echt heel goed gaat kijken van waar geef ik mijn energie aan af? Wie tapt energie bij mij af? Onbewust, bewust, let daar een beetje op. Protection alweer. Dus ik heb het gevoel dat april voor jullie ontzettend belangrijk wordt om ook de inzichten die je ontvangt te beschermen. Dat je niet misschien alles met iedereen moet delen. Nou heb ik niet het gevoel dat jullie dat sowieso vaak doen als aardeteken. Maar bescherm je energie. Bescherm datgene wat je hebt.
The Journey. Dat is misschien jouw les hierin. Dat je mag leren van je te beschermen. Maar ook leren mag om die verbinding met jezelf aan te gaan. En ook andere mensen te beschermen. Het is een wisselwerking. Dus let daar een beetje op. Sacred Union. Dus het heeft te maken met een eenheid in jezelf. Nu krijg ik ook te zien van de eenheid in jezelf, maar ook de eenheid in de verbinding met je tweelingziel. Dus let er ook goed op dat je je beschermt, jezelf, dat je jouw eenheid in jouzelf beschermt. Maar dat je ook de eenheid beschermt tussen jou en je tweelingziel. Jullie worden in ieder geval van gene zijde heel erg beschermd. Maar dat is eigenlijk bij alle tweelingzielen zo. Die worden heel erg beschermd door spirit. Maar als jij nog je eigen energie, of dat nog, als je soms je eigen energie nog afgeeft, onbewust, dan heeft dat ook effect op je tweelingzielenverbinding. Dus let daar heel goed op met wie je in contact komt, wie energie bij jou aftapt, bewust of onbewust. Als je merkt dat je met mensen in contact bent geweest, je bent daarna moe, of je hebt onverklaarbare dingen, dat je zegt van, ja, maar daar had ik voorheen geen last van. Kijk daar eens even naar. Vraag eens je gidsen om hulp. Misschien zit daar iets van, iets of iemand heeft aangehaakt bij jou, dan noemen ze auraleefters, en heeft jouw energie gepakt voor zichzelf, zonder dat die mensen misschien bewust zijn. Misschien zitten die mensen in een moeilijk stuk. En heb jij ook zo'n gelijkwaardig stuk? Alleen, jij hebt het misschien al bijna opgelost. En die mensen hebben daar moeite mee. Dus haken ze aan. Onbewust. Ja, daar kan niet iedereen wat aan doen. Maar het is wel belangrijk voor jou om jouw energie daarin te beschermen. Ja? Goed, we gaan verder. Wat brengt april voor jullie de aardetekens? Wat mag je zien? Nou, dat wordt een heleboel. Komt er naar voren. Dat ga ik ook pakken. Watch your words. Dus pas op wat je zegt. Pas op wat je spreekt. Hoe je het zegt. Ook dat heeft ermee te maken. Dat er van allerhande dingen gezegd kunnen worden. Waar je dus wat een hele nare, lage frequentie heeft. Let daar even goed op. Hoe je de dingen uitspreekt. Sweet success. Dus er komt wel een heel mooi nieuw begin, ook voor jouzelf. Het voelt ook van jouw derde chakra. Ik zie hier alleen maar geel, dus het voelt voor mij echt je derde chakra en je tweede chakra ook, light your fire. Dus jij gaat stralen, maar dat, als jij je licht gaat laten schijnen, weet dan ook dat mensen met een lagere frequentie daar ook van, misschien bewust of onbewust, dat laat ik in het midden, van mee willen profiteren. En dat is niet de bedoeling. Iedereen mag het op zijn eigen manier doen. Je mag wel mensen ondersteunen. Ah, dat doe ik ook. Maar niet jouw energie afgeven. En dat is niet oké. En zeker niet als mensen het niet kunnen verdragen dat jij in je kracht gaat staan. Want dat heb je ook nog. Hè? Een stukje jaloersheid. Oeps. Nou, dat is een beetje te veel van het goede. Goed. Ja, nu weer verder. Nog eentje. Mag ik nog één, alsjeblieft. Oké, nou, het zijn er twee geworden, het zij zo. De kaart, ja, ik zeg het net, protect your energy. Dus je wordt, echt aardetekens, alsjeblieft, en het geldt voor iedereen van jullie, hè. Bescherm je energie. Bescherm je energie tegen aanvallen van buitenaf. Bescherm je energie tegen aanvallen van, ja, mensen die het misschien niet zo goed met je voor hebben. Wat jij nog niet in de gaten hebt, dat kan, hè. Maar dat je daar wel naar kijkt. Van waar heb ik mijn energie weggegeven? Dat. En de kaart inner strength. Dus blijf in je eigen kracht staan. Blijf in je pure, zuivere kracht staan. En let erop. Je hebt nu 1, 2, 3 keer protection. Dus 3 Drie eenheid, dus jouw eenheid in jouzelf, de drie eenheid, geest, wat is dat ook alweer? Geest, lichaam en ziel, bescherm dat. Geest, lichaam, ziel, die energie in jou, bescherm. Bescherm het tegen de buitenwereld, bescherm het tegen jezelf dat je in je eigen kracht blijft staan. En bescherm dat stukje met je tweelingziel.
dat jullie in ieder geval blijven staan in jullie kracht samen. Acceptance voelt voor mij ook als een aanvaarding natuurlijk. Maar ook een cirkel wordt afgesloten. Je ziet hier die cirkel met die regenboogenergie. Dus daar wordt iets geheeld. Er wordt iets afgesloten van een transformatie, van een transmutatie. Waar jij dus nu de vruchten van gaat plukken. The secret. En misschien is dat the secret, dus het stukje wat je nog niet ziet. Waar mensen dus energie bij jou tappen. Waar je dus heel erg alert op mag zijn. Deze. Transformation. Dus er gaat een transformatie plaatsvinden. Dat zei ik nou al. En als laatste kaart, Guardian Angel. Je wordt alweer geconfronteerd met je beschermengel. Dus ja, er is heel erg belangrijk voor jullie dat je energie, ja, het voelt gewoon alsof er op aardsvlak heel veel naar je toe gezonden wordt. Wat veranderen mag, wat er niet nodig is. Even kijken, wat heb ik nog meer? Wat mag ik nog meer zien? Oh, dat ging snel. Nou, dat is de kaart Earth Grounding. Ik zei net, de aarding is heel belangrijk voor jullie aardetekens. Dan de kaart Sacraal Chakra. Dat is je tweede chakra. Dat is bij je geslachtsorganen. En dan Aardinger Metatron. Aardinger Metatron die werkt met de regenboogenergie. Die werkt met puur zuiver licht om alles in het licht te zetten en jou te helen van bepaalde dingen. Als je daarom vraagt. Even zien, wat hebben we nog meer? Ancestral Lineages, die hadden we ook bij de luchttekens, dacht ik. Of bij de watertekens, weet ik niet. Maar het heeft dus ook met de voorouders te maken. En daar moet ik even op terugkomen. De voorouders kan ook zijn dat er nog energie in jouw systeem zit van jouw voorouders. Dat noemen ze dan familiekarma. Dat een voorouder een bepaald iets altijd gedaan heeft of volgens een bepaalde methode of hoe dat zij. En dat een stukje angst naar voren bracht. Dat stukje angst heb jij ook. En dat kan dan met elkaar te maken hebben dat die energie van die voorouder doorvloeit naar jou. Dit is dus de bedoeling dat dat stopt. En dat die voorouder die dan over is, dat weghaalt. En zijn of haar energie bij jou weghaalt. En dus niet jouw energie weghaalt, maar de energie die zij vanuit gene zijde, door die verbindingen dat dit nog niet opgelost is, het karmische werk, dat mag weg. Het is niet de bedoeling dat jij daar last van hebt. Het kan wel zijn dat jij het mag oplossen hier. Dat jij de keuze gemaakt hebt om dat op te lossen. Omdat zij het niet konden. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Success and happiness are coming. Enjoy and celebrate life. Dus ga genieten van het leven. En dat is heel belangrijk natuurlijk. Dan krijg je de kaart Leave your usual social circles behind. Seek out true companions. Ja, dat zei ik net. Dus let op voor de mensen die niet eerlijk zijn. Let op voor de mensen die energiezuigers zijn. En met energiezuigers bedoel ik dus, als je ergens bent geweest of je hebt bezoek gehad van iemand die jouw energie leeghaalt. Stel je moet constant naar iemand luisteren die problemen heeft en alleen al dat luisteren. En al is dat maar via een WhatsAppje of een telefoongesprek, als je nog niet eens puur lichamelijk contact met iemand hebt of fysiek. Dat kan al voldoende zijn om energie af te tappen. Wees je daar bewust van. Zelfs telefoongesprekken brengen is een energieoverdracht. Energie is gewoon universeel. En let daarop, want ook daar heb ik het heel vaak meegemaakt met een van mijn kinderen die daar last van had. Dat er energie bij haar afgetapt werd en dat deden die mensen ook niet bewust, maar mama kon het oplossen en spirit kon het oplossen, want dat vond ze heel moeilijk. En dat is ook logisch als je puber bent. Maar het is wel belangrijk om die energie enorm te beschermen. En zelfs in gesprekken via de WhatsApp ging dat, gebeurde dat. En dat is best wel heftig. Maar dus dat is wat ik jullie wil meegeven. Let daarop.
Ook al heb je maar een telefoongesprek met iemand. Zo iemand kan gewoon energetisch al energie bij jou aftappen. The Tree of Wishes is calling your name. An almost forgotten wish will now come true. Dus wat je misschien nog niet meer, bijna niet meer wist, gaat nu wel waarheid worden. En protect what you love. It is your duty and responsibility. Dat is nummer 4 van protection. En dat is wat ik dus net zei. Hou, bescherm dat wat jij, wat van jou is. Bescherm jouw energie. Bescherm jouw dierbaren om jou heen. En het is jouw taak. Het is jouw verantwoordelijkheid. Om datgene waar jij van houdt. En dat kan dus je tweelingziel zijn. Het kan jezelf zijn. Je eigen energie. Het kunnen je kinderen zijn. Bescherm dat. Want dat is ontzettend belangrijk. En als je, ik noem maar het even iets. Dus dat kan dus te maken hebben met WhatsApp-gesprekken, telefoongesprekken. Zo kun je dus energieoverdracht krijgen. Energieoverdracht kan ook gebeuren als je ergens naar een healing gaat met meerdere mensen. Stel, er zitten 1 of 2 mensen bij die nog niet hun stukjes hebben opgelost. En er is 1 sterk iemand, energetisch sterk iemand bij. Dan kan het dus zijn dat die mensen op die persoon, die sterke persoon, energie aftappen. Zonder dat die zich daarvan bewust is. En dan kan die naar huis gaan en die persoon heeft daar dan last van. Maar dan is het wel de bedoeling om die energie weer terug te geven. Wat dus aangehaakt is. Om dat te zuiveren met spirit. Met de behulp van spirit. En dan hoeft dat niet terug naar die persoon. Nee, dan gaat dat naar moeder aarde. Zodat het geheeld kan worden. En dat zij het kan transformeren, transmuteren. Maar goed. Het is wel belangrijk dat je daar bewust van bent. En als je daar niet bewust van bent, dan kun je dus best wel een paar dagen of een week, weken, lopen met energie of maanden zelfs, met energie die niet van jou is. Dus aardetekens, let er een beetje op. We gaan even naar het stukje tweelingzielen. En als je dan een tweelingzielverbinding hebt, dan kan het dus ook zijn dat jouw tweelingziel daar last van heeft. Dat die tweelingziel dat helemaal voelt. Dat daar nog iets zit. Zonder dat die persoon dat dan weet. Ja, of er bewust van is. On your agreement. Mission in motion. Dus jullie missie is in beweging. Even kijken wat er nog meer mag komen. Dat ging snel. Dan krijgen we de kaart. Holy Grail Code. Receive the gift. Dus je gaat een geschenk ontvangen. Karmic relationship. Releasing the past. Dus dat oude stuk ga je loslaten. Het kan dus ook zijn dat je met een karmische partner nog te maken hebt, hè, die je los moet mag laten. Want anders krijg je die verbinding met je tweelingziel niet. Dat is ja logisch. Compassion, higher heart opening, dus een hogere hartchakra opening. Hogere hartchakra zit boven je hartchakra. En deze kaart had net de watertekens ook. Trust, ask, listen en allow. Of de luchttekens, ik weet het niet meer precies. Maar goed, er is dus iets wat jij gevraagd hebt. Luister er ook naar. En je laat het staan toe dat het op je pad komt. We gaan eens even kijken wat er nog meer mag komen. De kaart verbondenheid. Groei, universele liefde. Dat is wat er gaat stromen in april. Nogmaals, karmische code verbreken, reinigen, zuiveren. En dan hebben we deze verlichting. De energetische code worden verlicht, masker wordt afgezet. Je gaat het duidelijker zien, want hier was iets onfairness. En je kunt nu begrijpen waar het over gaat. In de natuur de rust en de aarding vinden. Het contact met je gidsen. Vasthouden aan schijnveiligheid, aan wrok of aan... vasthouden nu aan stabiliteit. Dat je dat wrok, dat je dat loslaat. Het kan ook een stukje van jouzelf zijn. Wat je los mag laten. Hè? Dat stuk, wat moeilijk is. Overgave en je krijgt de helderheid. Dus als je zelf nog met boze energieën en boze gedachten zit. Vraag je dan eens af wat toe dat dient. Want het dient nergens voor. Alleen om jou bewust te maken van iets wat je mag helen. Dus dat is wel belangrijk. Oké. Hoe gaat de stier hiermee om in april? Hoe gaat de stier hiermee om? Jeetje, die vloog bijna aan de andere kant van de kast. 10 van bekers, dus er gaat wel een positieve verandering plaatsvinden, ook de liefde.
Maar het kan ook een stukje dromen zijn, hè? Want dat is nog niet altijd aards te zijn. Nou, gaat alle kanten op. Vier van bekers. Jij kijkt misschien nu nog, je wilt graag iets, maar je kijkt nu nog naar het stukje wat je niet hebt. Maar dan wordt je al iets nieuws aangeboden. Kijk, vanuit Spirit krijg je al een nieuw aanbod. Kijk daar even naar. Maar je ziet het niet. Acht van zwaarden. Je vindt het heel moeilijk om door dat stukje te kijken. De acht van pentakels betekent wel dat je dus wel ziet van naar de hand wat er speelt. Nou valt hier van alles eruit. Ik zal het even pakken, want ik heb het gevoel dat dat nodig is. Waarom weet ik niet. De hoogste arcana kaart, de zon. Dus maak je geen zorgen, dat komt goed. De kracht. Het hartchakra wordt geopend. En de empress, je gaat in de empress energie komen. Je gaat dus connecten, ook met moeder aarde. Hè? En de kaart, de king of pentacles. Je gaat een stabiel nieuw begin krijgen voor de stieren. Goed, wat mag ik voor de maagden? Wat mogen de maagden meemaken in april? Nou, dat ging ook snel. Page of Swords, er komt een nieuw inzicht. Er komt een nieuw idee. Two of Wands, maar je twijfelt nog hoe je dat moet uitvoeren. Welke energie je dan voor nodig hebt. Oh, dat is fijn, dat is een... Dus daar twijfelt je nog over. En de kaart, de King of Cups. Maar dat gaat goed komen, want je gaat een nieuwe keuze maken. Je gaat kiezen voor jou, voor de liefde. Deze viel eruit, de Chariot. Je gaat dus naar voren. Je gaat dus echt een keuze maken en positief en negatief. Maar ook de balans erin krijgen. En de Chariot is ook de zegenwagen dat je vooruit gaat. En de Lovers, ja, dat mogen duidelijk zijn. Dus de eenheid in jezelf, die staat te gebeuren. En de eenheid met jouw tweelingziel. Dus, maagden, dat ziet er goed uit. Steenbokken, hoe gaat het bij jullie? De steenbokken, de magician. Dus je kunt het zelf creëren. Maar let even op, wat creëer je dan? De King of Wands, er gaat een nieuw begin plaatsvinden. In de energie. De Hierophant, ook priesteres. Dus ook weer balans. Wheel of Fortune, Raad van Fortuin. Dingen gaan stromen, gaan veranderen. En de Queen of Cups, ja, jullie gaan toch de maagden heel mooie tijden tegemoet in april. De Queen of Cups is ook eigenlijk heel zorgzaam, heel liefdevol. En het Rad van Fortuin geeft ook aan van alles wat je dus nu geleerd hebt, dat gaat draaien, daar gaat een verandering in komen, daar gaat een doorbraak in komen. En ja, zij gaat gewoon haar eigen ding doen. En dat kan natuurlijk ook werk te maken hebben, dat kan ook met liefde te maken hebben. Dus let er even op. Leg het even op die situatie in jouw leven waar je dus iets over wil weten. Dank je wel in ieder geval voor het kijken. Als je deze reading leuk vond, je wil op de hoogte gehouden worden van de volgende readingen, want ik ga er nu veel meer maken. Abonneer je dan op mijn kanaal en ja, wie weet spreek ik je ooit eens in een consult. En als je hier genoeg aan hebt aan deze reading, is dat ook helemaal prima. Dank je wel en namaste.